wij maken bier. En de eerste stap van het bier maken is het maisen van de grondstoffen. Dan mengen we water met graan. En aan het eind van het maisproces pompen we de vloeistof door naar de volgende ketel. Dat heet het wort. En wat er dan overblijft in de eerste ketel, in de maisketel, is de bostel. En bostel is eigenlijk graan waar we alle suikers uitgehaald hebben en waar alle eiwitten zijn overgebleven. En dat is ideaal voedsel voor koeien. Vanaf het begin van de brouwerij in 2014 werken we al samen met boer Wilbert van boerderij De Elzahoeve. Die heeft heel veel koeien lopen en die smullen echt van ons bostel. Dus die komt eigenlijk onze afval ophalen, wat voor hem een 100% nieuwe grondstof is. De laatste 10 jaar is de brouwerij enorm gegroeid, dus ook de afvalstroom is gegroeid. En daarom hebben we de subsidie Circulair Verwaarde aangevraagd om ons eigenlijk te helpen om die nieuwe afvalstoffen, die grondstoffen worden, beter bij de boer te krijgen. Oorspronkelijk hadden we aangevraagd om grote bakken te kopen. Daar kunnen ongeveer 2,5 brouwsel in zo'n bak kan daar nu tegenwoordig in. En daar hebben we er 3 of 4 van nodig. En die moeten opgetild worden in de jeep van de boer. Dus oorspronkelijk hadden we een aanvraag gedaan om die bakken aan te schaffen en een machine aan te schaffen om die in de jeep te tillen. Maar toen realiseerden we ons dat onze buren in hetzelfde pand Bambam al een machine hebben, een heftruck. En hebben we in overleg met de gemeente ervoor gekozen om het subsidie voor een deel te gebruiken voor training en cursussen om die heftruck te kunnen bedienen. Een stukje onderhoud. Ook weer vanuit de circulaire gedachte dat we beter samen de machine kunnen delen dan allebei een machine kopen die ook de helft van de week stilstaat. De toekomst van onze aarde is gewoon heel erg belangrijk. En of je daar nou een klein of een groot steentje aan bijdraagt, ik denk dat elk steentje helpt. Wij vinden het in ieder geval hartstikke leuk om dat te doen. De koeien worden er ontzettend blij van, hè, dat is dan op deze schaal. Maar ik zou eigenlijk als lokale ondernemer, als je de kans hebt en een idee op om iets te doen, dan zou ik me zeker melden bij de gemeente. Want die zijn heel bereid om je te helpen om dat waar te kunnen maken.